Stream highlights. Bye Remco. Ja, dit ga ik niet eens meer verder kijken. Het is gewoon annoying. Ik heb gezegd, we deden één potje en dan gaat er een invite uit. Dus dat gaan we even doen. We gaan eventjes zo. En gaan we ondertussen even hierheen. Ga ik eventjes de video erbij pakken. Ik heb ook twee notifications. Wat is dit dan? Ik word random maakt niet uit. Even kijken. Even een tweetje eruit. SplitTV6. Een GameStad, de eerste. Oké, koekjes verwijderd. Alles en nu hopen. Stil. Nou, de bedoeling was eigenlijk, Wout, dat wij gingen Settler craften. Alleen de server ligt eruit van Settler Craft. Dus dat is echt super onhandig. We gaan even kijken. Alles weergeven. We gaan eventjes naar de ene video van vorige week. Twee invites en een handelspost. Dan gaan we even kijken in de reacties. Dus gaan we weer naar die reuze streamen. Die noemen we naar water. Ja, ik heb water hier. Hier. Sluikreclame. Barlo Tuk. Omdat het zo'n kleine verpakking is, kun je makkelijk in je tuk doen. Een tuk is in het Twentje staat een broekzak. Esther Mulder zegt, handel en ruilen is voor mietjes. Wij bestellen die shit. Is nice, hè? Manix Games heeft een heel lange reactie. Jongen, ik zat op school en een vriend vroeg toen... Oké, Manix. Tof dat je zo'n fucking lang verhaal hebt geschreven. Mijn ogen zijn moe. Ik moet nog bladzijden vol lezen, man. Een nieuw follower! Kim, laagstreepje EGS. Oh god, oh god. Kim en GameStad. Dankjewel. Super. Welkom als inwoner bij een GameStad. Dat ga ik gewoon bij elke follower nu zeggen. Welkom als inwoner. Ik ben de burgemeester. Nou, eigenlijk is Manik de burgemeester. Ik ben meer een wethouder. Ja. Hoezo ben ik dan weer de koningin, jongen? What the fuck is je probleem, zie? Een nieuw follower! En nog eentje. Friesty24, dankjewel voor de follow. Nee, ik denk dat ik een winnaar heb voor de eerste invite. En ik heb al veel vaker een reactie gezien van deze persoon. En dat is Altijd Games. Dus ik weet niet of Altijd Games op dit moment kijkt. Altijd Games NL. Gefeliciteerd. Ik neem ZSM contact met je op. Stuur even een mail naar gamestad@gmail.com. Of laat even een tweetje achter. Maar dat lijkt me beter als je het via iemand doet. Want ik moet je Skype hebben en ik moet je Minecraft naam hebben. En dan komt alles goed. Ja? Yo, Remco hier vanuit de toekomst. Het is een hele korte video, dat weet ik. Dus in de tussentijd ga ik nu heel veel uitleg geven. Normaal gesproken had ik gewild eigenlijk dat we Settlercraft gingen spelen. Dat ik meteen iemand kon whitelisten, dat hij meteen kon meespelen. Alleen heeft de server nog steeds last van hostingproblemen. Het fragment wat je hierna gaat zien is dus een build-off die ik heb gedaan voor de tweede invite van de stream. Dat betekent dat we een winnaar hebben. Want ik heb er maar 1-8 uitgedeeld eigenlijk. En dat is gewoon nou een 0. Het is een 6,5. Dit is een 6. Dat was een 5. Of een 5,5. Dit was een... 6? 7? 6,5? Ook 6,5. Dit was een 8. En dat was een 6 of zo. Of een 7. Eni. Dus gefeliciteerd, Esther. Jij hebt de Settlercraft invite gewonnen. Hey, dit is doorgestoken kaart. Dit heeft helemaal niks met doorgestoken kaart te maken. Nou, dit is eigenlijk een beetje het einde van de stream. Ik zal eventjes zo meteen contact opnemen met jou, Esther. In privé. En wat? Hoezo jatsen mijn woord? Maar goed. Voor de mensen die denken... Ah, heb ik alweer niet gewonnen. Dat geeft niet. Jullie kunnen nog steeds kans maken. Want we hebben nu in totaal 3 invites plus die in 4 invites eruit gedaan. Betekent dat we nog 6 invites over hebben. Want ik heb er 5 bij gekregen. Dus we kunnen nog 6 invites doen. Ik denk dat ik er nou elke week eentje ga doen. Ik denk dat dat beter is. En dan hebben we op een gegeven moment een leuk team, hopelijk. Dus wees niet getreurd.
We gaan nog wel wat vaker doen. Vond je dit nou een leuke livestream en wil je deze nou vaker zien? Alleen dan wel op Zettercraft als de server aan is. Laat het vooral even weten straks in de video. In de huidige video die online staat van de livestream. Of in een volgende video dat je een livestream wilt laten zien. Dan ga ik dat vaker doen. Want zo heb ik toch meer interactie met jullie. En dan vind ik toch wat fijner zo. Gefeliciteerd dus. Altijd Games NL was je YouTube kanaal geloof ik. Of je YouTube dingetje. Naam. En gefeliciteerd Esther. Esther spullen heb ik al binnen. Ik heb alleen nog even van jou nodig. En daarom heb ik het even geüpload. Want ik zag dat je aan het begin van de stream er wel bij was. Maar aan het einde van de stream niet. Dus dat is een beetje jammer. En ik geloof dat je naam Max was. Heb ik volgens mij goed. Ik heb het echt niet opgezocht. Volgens mij was het Max. Dus Max en Esther. Ik spreek jullie zo snel mogelijk op Skype. Met eventueel verdere informatie. Dat ga ik pas doen wanneer de server weer online is. Anders ga ik jullie allemaal dingen doen. Ah, leuk, leuk, leuk. En op het eind heb je dan nog niks aan. Want je kan niet op de server. Dus hoe dat verder gaat in de loop van de week weet ik niet. Ik hoop dat ik kan opnemen voor volgende week. Mocht het nou niet zo zijn. Dan kom ik wel met een vervangende video. Dat wordt waarschijnlijk minigames. Het kan ook zijn dat ik weer ga livestreamen. Laat dat even, in ieder geval even weten in de reacties hier beneden. Ik zie jullie volgende week maandag gewoon weer. Hopelijk met Zettercraft. Maar ik kan het niet beloven. In verband dus met de host. Hey, ik zeg doei.